Samen met je moeder? Ja, met mijn moeder, ja. Zij was mijn eerste secretaresse. Ja. 99 is ze geworden. Mooie leeftijd, maar ze was dementerend. Vanaf haar 90ste is het beginnen af te zwakken en haar moeten laten plaatsen. Ja. Maar ze heeft een heel mooi actief leven gehad. Dementie is natuurlijk een vreselijke ziekte. Maar wij proberen. Alleen mijn vader heeft dat ook gehad. Die was in de 80 toen hij het kreeg. Dus ik troost mij met de gedachte van als ik de 80 voorbij ben en ik krijg het, dan kan ik mee handelen. Het is vreselijk voor de omgeving, ja. Maar ook voor de patiënt zelf, want ja, beseft wel degelijk dat hij De moeilijkste periode voor haar was de overgang van, want toen trof ik haar vaak wenend aan. In de zetel, omdat ze toen begon te beseffen, ik kan niet meer wat ik vroeger kon. En die periode, denk ik, voor dementerende is de moeilijkste. Maar ze woonden alleen, dus wij hadden dat niet altijd in de gaten. En één keer als het, het verstand het min of meer laat afweten, dan is het niet meer erg. Dan genieten ze van kleine dingen.